Dit wordt weer een hele interessante politieke week. Duidelijk moet worden welke partijen als eerste bij elkaar gaan zitten om te kijken of ze een coalitie kunnen vormen. Schippers werd een dag na de verkiezingen door Kamervoorzitter Ariep aangewezen om te verkennen wat iedereen wil. Veel mogelijkheden zijn er niet en voor een meerderheid zijn altijd zeker 4 partijen nodig. Waarschijnlijk gaan sowieso VVD, CDA en D66 met elkaar praten. Het zou logisch zijn om eerst naar GroenLinks te kijken om als 4e partij aan te schuiven. Die partij won vorige week bij de verkiezingen tenslotte het meest. Pas daarna zou de ChristenUnie in beeld kunnen komen. De winnaar van de verkiezingen, Mark Rutte, is de eerste die vanochtend langsgaat bij zijn partijgenoot Schippers. Donderdag, als de leden van de nieuwe Tweede Kamer zijn geïnstalleerd, zal Schippers in een debat verslag doen van haar verkenningen.